Die twee datasets hebben ervoor gezorgd dat in de update van de Eurotop Manual, die nu binnenkort uitkomt, ik denk dat die na de zomer zal uitkomen, de Eurotop 2 Manual, dat in die Eurotop 2 Manual een nieuwe basisformule staat die gevalideerd is op basis van onze experimentele dataset. En hier staat de nieuwe Eurotop-formule aangegeven voor een bepaalde steile hoek. En je ziet natuurlijk dat de formule veel beter overeenstemt met de data dan de oude formule. Dus, met andere woorden, we zijn zeer blij dat ons onderzoek, initieel gestart voor een heel ander toepassingsgebied, uiteindelijk geleid heeft tot een significante verbetering van de voorspellingsformules voor golfoverslag die o zo belangrijk zijn. Laat me dan eventjes iets vertellen over de recente innovaties die we mochten meemaken in numerieke en straks in fysische modellering. En ik heb altijd geleerd van Ronnie Verhoeven om nooit formules te tonen in een presentatie en zeker geen moeilijke formules, dus ik zal dat ook niet doen. Speciaal voor de gelegenheid heb ik geprobeerd om de hoofdtypes van numerieke modellen voor te stellen in tabelvorm volgens bepaalde karakteristieken. Vandaag de dag maken we, ik zou zeggen, intussen bijna klassiek, gebruik van de Navier-Stokes-modellen, gebaseerd op de Navier-Stokes-vergelijkingen, die de meest complete beschrijving van de stroming weergeven. En we maken gebruik van een bepaalde methode, de volume of fluid methode, om het vrij oppervlak te detecteren. En op die manier kunnen we in een numeriek model, als het ware, een numerieke golfgoot maken. En ja, het is vrij duur. Computationeel gezien, we moeten lang wachten en heel veel berekeningen doen met dit soort vergelijkingen. Maar anderzijds zijn die vergelijkingen zeer flexibel en kunnen we heel veel verschillende structuren doorlatend, onderlatend modelleren. Ik zal straks een aantal voorbeelden geven. Door de jaren heen, in die 20 jaar, hebben we gewerkt met in huis geschreven code. FOFBREC 2 in het kader van mijn doctoraat ooit. We hebben gewerkt met commerciële code, zoals Flow 3D. Maar vandaag de dag is de innovatieve trend dat alle onderzoeksgroepen hun heil zoeken in open source code, zoals OpenFOAM, en hun resultaten heel gemakkelijk delen, zodanig dat je heel snel vorderingen maakt en gebruik kan maken van het werk van anderen. De eenvoudige vergelijkingen, die zeer eenvoudig zijn, noemen we de non-linear shallow water equations, de niet-lineaire ondiep watervergelijkingen. En ja, we verbasteren de stroming tot eendimensionale, diepte-geïntegreerde stroming enkel in horizontale richting. Dat is een zeer ruwe benadering van de golfinteractie met de structuur. Uiteraard, het voordeel is dat het een zeer goedkope computationele methode is, maar er zijn toch wel wat nadelen aan de beperkingen van het gebruik, de toepasbaarheid en de resultaten die enkel geldig zijn in ondiep water. Er is één lichtpuntje aan de horizon. Een paar jaar terug hebben de mensen van de TU Delft de SWASH-code als open source code ter beschikking gesteld. En dat is een dispersieve vorm van die niet-lineaire ondiep watervergelijkingen. En ze laten zelfs toe om een verticale resolutie van de stroming te induceren. Dus het is bijna een 3D-equivalent van de Navier-Stokes-vergelijkingen. Zeer interessant. Ik toon ook onmiddellijk een voorbeeld. En dan een derde soort modellen, smoothed particle hydrodynamics modellen. Misschien zijn die wel de toekomst. Vandaag zijn ze nog onvoldoende gevalideerd, zeker in het vakgebied van de coastal engineering, om met veel vertrouwen te gebruiken. Maar ze zien er in elk geval potentieel zeer interessant uit. Wat is het voordeel? Je hebt geen grid nodig. De Navier-Stokes-vergelijkingen worden geformuleerd op een Lagrangiaanse manier. En we werken met partikeltjes waarvan we de interactie en de voortplanting beschrijven. En als het ware zijn die vergelijkingen ook bijna voor
alle mogelijke toepassingen bruikbaar. Een van de onderzoeksgroepen die wereldwijd heel veel vorderingen maakt, is de Duals Physics werkgroep. En daar zijn we in vertegenwoordigd als universiteit samen met het waterbouwkundig laboratorium van Borgerhout. Dit is een eerste illustratie van wat dit soort modellen tegenwoordig kan. Dat zijn ongeveer de meest recente onderzoeksresultaten. Eerst en vooral van het SWASH-model. En de geometrie die u hier ziet, is de geometrie van een harde dijk met een zachte zandsuppletie ervoor. En dit model is in staat om de zeer complexe golfvoorplanting en golfbreking op dat ondiep voorland te berekenen, tot en met de golfoverslag over het keermuurtje van de dijk. Dit is een onderzoeksresultaat dat verkregen is door dokter Suzuki van het Waterbouwkundig Laboratorium. En we gaan zijn model gebruiken in het CREST-project dat ik al eerder vermeldde. Hier ben ik bijna beschaamd om mijn doctoraatsresultaten te tonen. Ik heb mijn doctoraat gedaan rond de modellering van de golfinteractie met doorlatende structuren, zoals een stortsteengolfbreker. En wat je toch vrij goed kan zien, is de energiediciperende werking van deklaag en kern, zodanig dat de invallende golfenergie helemaal gedissipeerd wordt en er quasi geen energietransmissie is door de golfbreker. Dat is effectief het fysische gedrag van zo'n structuur in werkelijkheid. Maar de resolutie toendertijd was natuurlijk veel te grof. Vandaag de dag, en dit is een recent onderzoeksresultaat van Dieter met Flow 3D, vandaag de dag kan je zien dat je met een veel hogere resolutie toch nog wat verfijning kan krijgen van de stromingsresultaten in deklaag en filterlaag. En op die manier heeft Dieter onze voorspellingsmethode voor het bepalen van poriëndrukken in de kern van stortsteengolfbrekers nog verder kunnen verfijnen. Maar ik wil u vooral imponeren met visualisatie van zo'n SPH-modellen. Hier ziet u opnieuw een berekening van de golfinteractie met de golfbreker te Zeebrugge. Maar de deklaag is niet meer volume gemiddeld, maar is effectief gemodelleerd als een compositie van individuele blokken met spleten tussen. Dus een nog betere representatie van de werkelijkheid. En u ziet alvast dat de berekeningsresultaten, heel mooi visueel voorgesteld, dat die alvast heel intuïtief en correct ogen. Maar de validatie van dit soort modellen is nog in volle ontwikkeling. En dan om u straks te lokken naar het grote televisiescherm, waar heel veel van die animatiebeelden ter beschikking zijn, toon ik alvast een combinatie van de hydrodynamische solver voor de waterbeweging, die gekoppeld is aan een solver voor de berekening van de positie van een drijvend lichaam, in dit geval een sloepje. En je kan dankzij de visualisatietechnieken die al inbegrepen zijn in dat Duals Physics pakket alvast ervaren dat de meest recente onderzoeksresultaten op het vlak van numerieke modellering heel erg realistisch ogen. Straks moet u maar eens gaan kijken naar de andere voorstellen. Laat me dan stilaan afsluiten met de meest recente innovatieve resultaten in het kader van fysische modellering. Vroeger dacht men dat numerieke modellering de fysische modellering uit de markt zou duwen en dat we alles zouden kunnen berekenen met numerieke modellen. Niks is minder waar. Er is gedurende de laatste 5 jaar een echte revival van de fysische schaalmodellering. Dus het laboratorium voor hydraulica heeft zijn plaats perfect kunnen behouden.
U weet op welke manier we werken. Andreas Kortenhuis heeft het deze namiddag al in het lang en in het breed uitgelegd. U ziet een doorsnede van een golfgoot. We leggen langs de randen absorptiestranden. We plaatsen een schot aan de ene kant om golven kunstmatig te genereren. In het laboratorium maken we geen gebruik van de wind, maar we maken gebruik van een golfschot om de golven te genereren. We bouwen een voorland in. We plaatsen er een schaalmodel van de constructie op. We vullen de golfgoot met water. We plaatsen instrumenten. En we zijn klaar om in het fysisch laboratorium in een golfgoot of in een golfbak proeven te doen. Klassiek hebben we golfschotten. En dit is een foto van het golfschot in ons eigen laboratorium. Die heen en weer bewegen en op die manier vrij gemakkelijk golven kunnen maken. In een golftank is het iets complexer. Daar gaan we langs één zijde verschillende van die golfschotten naast elkaar positioneren en onafhankelijk van elkaar laten bewegen, zodanig dat we schuine, langkruinige golven kunnen maken of dat we zelfs kortkruinige golven kunnen maken. De ontwikkelingen de laatste 5 jaar in de technologie voor het besturen van zo'n golfschotten zijn fenomenaal. Als u 3 jaar geleden een golfschot gekocht hebt en ik koop vandaag ook een golfschot, dan zal ik voor minder geld veel meer kunnen dan wat u 3 jaar geleden kon verkrijgen. De ontwikkelingen van de servosystemen, ontwikkelingen van computers, ontwikkelingen van elektromotoren zijn zo significant dat we vandaag de dag de mogelijkheid hebben om heel complexe sturingen te organiseren en dus ook veel realistischer golven te genereren in de golfbakken. Dit is een mooi voorbeeld van de circulaire golftank in Edinburgh, waar men over de ganse omtrek van de cirkel golfschotten geplaatst heeft. Ik zou zeggen een vrij dure hobby, maar u ziet dat men heel mooi in staat is om heel speciale, sterk niet-lineaire golven te genereren. En natuurlijk, het grote voordeel is dat men met dit soort sturingen veel realistischer golfbelastingen kan genereren en de constructies dan ook veel nauwkeuriger kan ontwerpen, dus veel minder conservatief. Ik zou toch ook graag 2 zeer innovatieve, nieuwe golfgoten willen aanhalen vanavond. Jammer genoeg beschikken we niet over die golfgoten. Maar we hebben in elk geval al nieuwe voorstellen ingediend in het kader van de Hydralab-oproep om binnenkort proeven te kunnen doen in deze zowel als de volgende infrastructuur. En deze golfgoot is natuurlijk de grootste ter wereld. Het is, u weet het misschien intussen, de Delta-goot die in Delft door Deltares gebouwd is. En de afmetingen zijn 10 meter diep, 5 meter breed en 300 meter lang. Ik zou zeggen, u moet dat eens gaan bezoeken. Dat zijn dimensies waar men geen besef over heeft. Waarom bouwt men dit soort constructies? Wel, u moet weten dat als we werken in een golfgoot op een schaalmodel, dat er dan schaaleffecten optreden. En schaaleffecten geven afwijkingen van het gedrag van het schaalmodel ten opzichte van wat het prototype in werkelijkheid doet. En die schaaleffecten worden groter als het schaalmodel kleiner is of hier in omgekeerde richting. Als je kan proeven doen bijna op prototype schaal of met een zeer kleine verschaling, dan ontwijk je die schaaleffecten en dan kan je heel veel nieuw fysisch inzicht krijgen en heel veel fundamenteel onderzoek doen en heel nauwkeurig praktische projecten ontwerpen.